Robert Rodenburg is weer terug met zijn programma Open Kaart. Dit keer was Leontine Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato, te gast. Marco Borsato is voor Leontine Ruiters een hele grote liefde geweest, dat vertelt ze in het online programma. Maar ik geloof ook dat er nog wel een grote liefde op mijn pad gaat komen, absoluut. Het stel maakte in 2020 bekend, nadat naar buiten kwam dat Marco Borsato een smeerlap blijkt te zijn... Na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar te gaan. In het programma Boos onthulde Tim Hofman namelijk dat Marco graag flikklooit met minderjarige meisjes, een leeftijd waar Leontine zeker niet bij in de buurt komt. Momenteel is mevrouw dus vrijgezel, maar ze staat er in de toekomst zeker voor open om weer een relatie aan te gaan. Maar dat is niet altijd zo geweest, ze heeft het er lange tijd moeilijk mee gehad. Ik was heel verdrietig na onze scheiding, wij alle twee. Er was nog steeds heel veel liefde, er is nog steeds heel veel liefde, vertelt Leontine. Ik moest echt voor mezelf kiezen. De 56-jarige ruiters had het idee dat ze aan haar eigen ontwikkeling moest werken. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verdriet is, vertelt ze. Het echte besef kwam pas een paar jaar na de scheiding echt bij haar binnen. Ik heb me de eerste twee jaar na de scheiding heel fijn gevoeld en ik stond heel erg achter mijn keuze. En dat doe ik nog, al dus Leontine. Alleen het echte verwerken en het echte besef dat je geen gezin meer bent, of in ieder geval in een andere vorm een gezin bent, dat hakt er op een gegeven moment heel erg in.